Nou, welkom allemaal. Ik zie dat we al bijna 20 mensen hebben die bij deze breakout sessie aanwezig zijn. Vandaag gaan we het hebben hier over constructieve beperkingen. Mijn naam is Umit, ik ben innovatieanalist bij TKI Urban Energy. Wij dragen uiteraard ook bij aan de studieopdracht die Wouter Vink van Systemic als eerste gaat presenteren. Volgens mij, Wouter, mag jij aan de slag? Ja, goedemiddag iedereen. Ik ben inderdaad Wouter Vink van Systemic, een adviseur bij Systemic, een nieuw bedrijf dat actief is in de duurzaamheid. En we gaan dus komende september een opdracht samen met TKI uitvoeren over de constructieve beperkingen binnen utiliteitsbouw. Daar wilde ik jullie even kort introductie van geven. En daarna hebben we ook een paar polvragen om even een korte discussie ook direct te hebben. Om eigenlijk jullie perspectief hierop op te krijgen. Misschien even kort wat context om te beginnen. Dus een eerder onderzoek geeft aan dat de daken van de utiliteitsbouw, dat die een groot potentieel hebben. En ook een belangrijke rol in de CAF scenario 2030, dus waar dat nu op 4,6% zit, zou dat richting 13% gaan. Met een totale opwek van 9,5 terawattuur per jaar. Dus in principe belangrijk onderdeel. Maar wat we zien is dat er toch een aantal beperkingen zijn om dit potentieel te ontsluiten. Daarvan is draagkracht een van de belangrijkste redenen die op worden gebracht. En de schattingen lopen uiteen dat dit van tot de 30-70% van binnen bepaalde segmenten binnen utiliteitsbouw eigenlijk tegenhoudt. En wat eigenlijk het doel van het onderzoek is, is om een betere onderbouwing te creëren tussen die ramingen die nu zo uiteenlopen van 30-70%. En om ook beter beeld te krijgen welke segmenten dit dan ook zijn. En dan uiteraard het doel is om beter te begrijpen hoe we dit beter kunnen ontsluiten. Of de conclusie trekken dat het eigenlijk helemaal niet zo'n groot probleem is. Wat natuurlijk ook prettig is. Nou, hoe doen we dat ongeveer? Even in het kort, hoog over. Dus we brengen eerst het probleem in kaart per gebouwsegment. Dus eigenlijk in eerste instantie, hoe groot is het probleem? Binnen welke segmenten? Hoe groot is de verzwaring die geschat wordt dat nodig is om uiteindelijk wel de verschillende daken en daktypes te kunnen ontsluiten? Dan twee, gaan we kijken naar oplossingsrichtingen. Dus dat zit eigenlijk een beetje op twee kanten uiteraard. Op de zwaarte van de verzwaring die nodig is. En de kosten die daarbij horen. En uiteraard ook alternatieve manieren om misschien een lichtere constructies of lichtere belasting van het dak te realiseren. En dat leidt dus toch tot oplossingen per, we noemen dat dan even archetype. Dus we proberen eigenlijk het hele segment op te delen in een set archetypes. En daarbinnen proberen we dus oplossingen te vinden. En die met elkaar te matchen. Dat is eigenlijk het idee. En dan uiteraard als conclusie willen we handvatten bieden tot verdere ontsluiting van dit segment. Dat is uiteraard het einddoel. Dat we beter weten hoe en waar bepaalde oplossingen het beste werken. En ook het meeste kosteneffectief zijn. Belangrijkste aspecten van de methode die we hanteren is, we voeren een enquête uit. Dat zal met name zijn onder zon op dak projectontwikkelaars, maar tot op zekere hoogte ook voor dakeigenaren en constructiepartijen. Om eigenlijk kwantitatief en /kwalitatief data te vergaren. Dan hebben we een wat groter kwantitatieve analyse die we van plan zijn te doen is rondom eigenlijk bestaande constructieve rapporten, zowel goedgekeurde als niet goedgekeurde daken, om eigenlijk op die manier een kwantitatieve onderbouwing te kunnen maken. Uiteraard is het hier belangrijk dat we deze rapporten anonimiseren,
En dat we ook belangrijk goed begrijpen hoe representatief deze data is voor de gehele markt. Dan ten derde gaan we ook expert interviews doen. Nou, met eigenlijk alle partijen die betrokken zijn. En met name dus de constructeurs, dakeigenaren en de zonnedakprojectontwikkelaars. En dan als laatste het doorrekenen van bepaalde oplossingen. Dus het idee is dat we eigenlijk de 4 tot 6 meest voorkomende dakbeperkingcombinatie, dus dat houdt in een type dak en dan de zwaarte van een beperking, dat we die ook gaan doorrekenen in combinatie met een aantal oplossingen om een dergelijk dak ook te kunnen ontsluiten. Dat is het nu even hoog over het doel van deze opdracht en ook hoe we deze opdracht gaan uitvoeren. Dan wil ik jullie nu even uitnodigen voor de discussie, om dus ook om jullie reacties op te halen. Wil ik jullie even uitnodigen om naar menti.com te gaan en deze code te hanteren. Die code zie je ook nog steeds hierboven staan. Dus jullie kunnen gewoon, dat kan op je mobiel, dat kan, kan ook gewoon in een browser, dat kan overal. Waar je in ieder geval naar het internet toe kan. En dan ga je dus gewoon naar menti.com en dan gebruik je de code, tik je in 4275-5096. Geef anders ook maar even aan of dat niet lukt in de chat. Wacht even kijken hoor, de chat erbij. Ik ga ervan uit dat dat nu lukt. Ik kan dat niet zien of dat jullie wel of niet lukt. Maar ik ga ervan uit. Maar dat zien we vanzelf als we doorgaan. Dus de eerste vraag is eigenlijk, wat net al werd aangegeven, er zit een range tussen 30% en 70%. Als schatting dat in bepaalde segmenten dat eigenlijk tegengehouden wordt door constructieve beperkingen. En de vraag is inderdaad, hoe zien jullie dat? Hoe groot zijn in jullie optiek de problemen? En ook wat zijn deze problemen? En ik zie al de eerste reactie binnenkomen. Dus ik geef jullie nu de gelegenheid om even te typen. Het maakt niet uit, Laura. Je kan, als het goed is, heb ik gezegd dat je nog een keer nog een reactie mag typen. Ik zie daar 70 van stalen daken. Ik neem aan dat 70% van alle stalen daken is wat daar bedoeld wordt. Oké, wat ik zo snel lees is dat jullie wel erkennen dat dit inderdaad een belangrijk probleem is. Ik zie één reactie die aangeeft dat inderdaad netcapaciteit ook een grote bottleneck is. Ik denk dat dat zeker zo is. Ja, dankjewel voor die toevoeging. Oké, dank. Wil iemand nog extra toelichten? Ik weet niet of je ook kan spreken hier. Ik neem aan van wel. Mocht iemand dat willen doen, dan kan dat. Maar anders ga ik wel even door naar de volgende vraag. Onderbreek me gewoon als je nog iets wil toevoegen. Maar ik ga ondertussen even naar de volgende vraag. De volgende vraag is eigenlijk een aantal factoren om die constructieve beperkingen op te lossen. Dus daar zie je hier deze vier. Dus gewicht van zonnepanelen. Of eigenlijk, ja, het hoeft niet per se alleen het gewicht te zijn. Kan natuurlijk ook de constructie van de zonnepanelen zijn. Dus laten we dat even onder die eerste bak gooien. Dan het eerste is lichte verzwaringen. Die heb ik even uitgesplitst van zware verzwaringen, omdat die nou eenmaal qua kosten uiteenlopen. Dan als vierde belastingfactoren en combinaties ter afkeur. Dus eigenlijk hier een soort van de definitie van afkeur. Zeg maar, zijn we daar misschien niet te scherp in? Dat ook verzekeraars soms nog hogere eisen stellen, die misschien wel te veel zijn, misschien ook wel niet. En nog eventueel anders. En in dat geval geef dat dan ook maar aan in de chat. Als er nog andere zaken zijn die we hier missen. Dus die kan je gewoon in de chat even noemen. Of je kan het even toelichten uiteraard. Dus ik zie al de eerste reactie binnenkomen. En doe ook vooral op de chatfunctie of even gewoon via de microfoon toelichten als je feedback hebt op wat je hebt ingevuld. Ik zie dat, ik ben toch geïntrigeerd naar de twee antwoorden op anders.
Twee mensen geven daar anders aan, maar geven dat wel een lage score. Wordt daarmee bedoeld dat, dat er geen andere factoren zijn? Denk ik. Ah, dat is natuurlijk, je moet die waarde sowieso invullen. Dus op die manier is dat waarschijnlijk zo. Ik snap het. Dat betekent dat één iemand dus wel anders een iets hogere waarde heeft gegeven. Wat dat is, mag diegene wel even in de chat zetten. Oké. Dank. Ik denk dat we dan... Ik zie 7 reacties. Ah, ja. Dank je, Linda. Oké. Ik zie geen reacties verder meer binnenkomen. Ik zie wel dat we meer bezoekers hebben. Lukt het iedereen om ook in deze... Je kan nog steeds, als het je niet gelukt is, kan je ook naar menti.com en kan je nog steeds naar deze code toe. Ik zie dat we 7 reacties hebben. Dus het is misschien niet iedereen gelukt om, om daar naartoe te gaan. Maar ik ga ook even door naar de laatste vraag. Nou, eigenlijk welke stakeholders hebben de belangrijkste betrokkenheid om meer daken te ontsluiten voor zon op dak? Dus we hadden het net natuurlijk over de oplossingen. Maar bij wie ligt toch wel een, eigenlijk een vergelijkbare manier om de vraag te beantwoorden? Kan je ook weer met een slider aangeven. Bij wie ligt toch ja, de belangrijkste betrokkenheid? Met een mooie spelfout in de belangrijkste. En dan weer deze partij en wederom ook een laatste anders. In het geval jij toch nog een andere stakeholder ziet die hier gemist is. Ik zie jouw vraag straks, Wieland. We hebben een spreker na mij, die spreekt ook specifiek over lichtere panelen. Dus ik denk dat hij dat ja, een stuk beter kan toelichten dan ik. Dus ik zou zeggen, stel die vraag straks even aan de volgende spreker die over 5 minuutjes komt. Ja. Ja, dus ik zie dat de verantwoordelijkheid toch wel echt het meeste ligt bij eigenlijk de meest direct betrokken partijen, is jullie feedback. Waarin dan de constructiepartijen uiteraard die daarin vaak uitvoerend is. In het bieden van de oplossing gedeeltelijk. Oké. Dan nog even, ja, we hadden net uiteraard al jullie input op de vragen. Dus dank daarvoor. En uiteraard jullie input ja, maakt dit tot een succes. Dus er zijn eigenlijk nog 2 vragen aan jullie ter afsluiting. De eerste is, in september zullen we dus dit onderzoek aanvangen. Zullen we ook een enquête versturen. Die zouden we ook graag onder jullie versturen. Met de vraag of jullie uiteraard dat willen dan invullen en verder verspreiden. Dat zal eigenlijk dieper ingaan nog op de soort van verkennende vragen die we net gedaan hebben. En voor nu eigenlijk ook de vraag als je ja, verder wil bijdragen aan dit onderzoek. Om dan je e-mail achter te laten. En dat kan je in de chat doen, maar dat kan je ook doen door even een e-mail te sturen naar ofwel mijzelf, dus wouter.vink@systemic.earth. Vergeet niet dat het .earth is. Ik weet het, erg handig. Maar, of umit@tkurbanenergy.nl. En dat kan dan uiteenlopend zijn hoe je wil bijdragen, uiteraard. Het kan zijn dat je rapporten of publicaties weet die relevant zijn hiervoor. Experts om mee te spreken of andere suggesties. Nou, heel goed, Wouter. Veel dank voor deze presentatie. En ik denk dat we een aantal nuttige inzichten hebben opgehaald. Voor mij in ieder geval één verrassende dat verzekeraars zo belangrijk zijn bevonden door de participanten van deze breakout sessie. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Huib van den Heuvel van SoLarge, algemeen directeur en oprichter. Huib, het woord is aan jou. Ja, goedemiddag. Inderdaad, mijn naam is Huib van den Heuvel. Wel oprichter, maar geen algemeen directeur. Mijn rol is commercieel binnen SoLarge. Ik ben het bedrijf begonnen met 2 fan-out ruim 3 jaar geleden. Vanuit mijn vorige rol bij Soliance in de research van PV. In Eindhoven. Jullie zien een beetje op de achtergrond Philips Lichtstad. Ik heb op zich
zelf niet heel veel met Philips, maar er zit natuurlijk wel veel kennis op het high-tech stuk hier, waar wij ook deels op verder borduren. Ik heb heel veel te vertellen en ik heb zeer weinig tijd, dus ik ga er even met de vogelvlucht overheen. Het onderwerp is solar op lichtgewicht daken. En we hebben natuurlijk al verschillende sprekers gehoord over het probleem van beperkte draagkracht, vergelijking tot het gewicht van de zonnepanelen, de onderconstructies en de ballast. Plus allerlei andere belastingen in de daken. En hoe gaat SolarEdge daar nou een verschil in maken? Nog even terug naar de vorige spreker. Die sprak over 30-70% van de grote platte en hellende daken die een probleem hebben met de draagkracht. Wij zelf rekenen tot nu toe 30-40%. Maar als het inderdaad nog meer is dan dat, is het alleen maar een grotere uitdaging en alleen maar nog beter nieuws voor ons, zou je kunnen zeggen. Wat kun je doen als je beperkte draagkracht hebt en toch PV wil ontwikkelen op dat dak? Minder panelen vinden wij natuurlijk een hele slechte optie, maar is wel wat je veel ziet gebeuren. Dakverzwaring, en dat afhankelijk van het type dak zal dat iets meer of iets minder gaan kosten. Dat is toch ook altijd best wel wat werk om uit te zoeken natuurlijk. En last but not least natuurlijk de toepassingen van lichtgewicht zonnepanelen. En we zien die panelen wel meer op de markt komen in typisch twee uitvoeringsvormen. Flexibel, die moeten dus geplakt worden op de dakhuid. En rigide panelen die je dus op een onderconstructie monteert. En daar zal ik met name op ingaan. En je ziet hier de dochter van mijn mede-fanout Gerard de Leden, die hier een paneel omhoog houdt. Het laat dus zien dat het hier om lichtgewicht rigide panelen gaat. Wij richten ons met ons bedrijf typisch op deze daken. Het is een groot segment. We starten in de Nederlandse markt, maar hebben zeker internationale ambities. En als je dus kijkt in de Nederlandse markt, hebben we het ook al over zeer grote oppervlaktes. En als daar dus 30-50% een doelmarkt genoemd kan worden, hebben we het over echt een groot segment. Waar onderscheiden onze panelen zich in? Ik denk voor deze presentatie relevant om op twee punten in te gaan, met name het gewicht. Dus 5 kilogram per vierkante meter, dus minder dan de helft van een traditioneel zonnepaneel. En het gaat ook over de duurzaamheid. En ik vind het toch interessant om deze gelegenheid te gebruiken om ook iets over de duurzaamheid te vertellen. Onze panelen zijn volledig recycleerbaar. Ze hebben een duidelijk lagere CO2-footprint, daar kom ik zo op terug. En bevatten geen giftige materialen zoals fluoropolymeren, ook wel PFAS-materialen genoemd. En dat betekent dat in de meeste gevallen verzwaring van het dak met onze panelen niet nodig zal zijn. En dat we een betere NPG-score en BREEAM-score kunnen bereiken met deze duurzame materialen. Nou, we kunnen met dit paneel alle kanten op, maar beginnen eigenlijk gewoon met een standaard formaat. Een formaat van ongeveer 2,5 vierkante meter. Dit is het product waarmee wij volgend jaar in Q2 op de markt willen komen. Dus heel nadrukkelijk zijn wij nu nog niet commercieel bezig, maar nog in de voorbereidingsfase. En het plan is dat we de tweede helft van dit jaar een fabriek zullen bouwen waarmee we in Nederland in groot volume deze panelen volgend jaar op de markt zullen kunnen brengen. We hebben bij een aantal grote projectontwikkelaars in Nederland in feite de pipeline voor het eerste jaar productie al in pre-sales al verkocht. Dus in die zin heeft de markt ook al getoond veel interesse te hebben in dit product. Dus we starten met een product van 500 watt piek. En zullen in de jaren daarna gewoon met de markt meebewegen naar hogere vermogens en waarschijnlijk ook nog grotere afmetingen. Hoe zit de montage in zijn werk? Ik zag net al de vraag voorbij komen, waaien ze niet weg? Nou, dat moet dus inderdaad verankerd worden. Wij werken niet met ballast, maar met een verankering aan het dak zelf. Je ziet hier dus een voorbeeld van een verankering op een agrarisch dak, typisch damwandprofieldak. Waarbij beugels aan de panelen af fabriek gemonteerd zijn en direct op de kronen gemonteerd worden. Dus in principe geen rails nodig, wat de snelheid van de montage ten goede komt, wat ook het gewicht ten goede komt. En sowieso de kosten, omdat er eigenlijk geen montagemateriaal meer gekocht hoeft te worden. En dit is voorbereid op alle typen van damwanddaken. Typisch zullen we daar zwarte panelen gebruiken, maar ze zijn ook in wit verkrijgbaar. En op platte daken zijn het typisch de witte panelen die we hier toepassen. Dit is een pilotlocatie in Hoevelaken, waar wij sinds anderhalf jaar onze panelen testen. Ook de montagesystemen testen en ook het vermogen volgen van die panelen door de seizoenen heen. En ze ook vergelijken met traditionele PV-installaties in dezelfde omgeving met eenzelfde oriëntatie. En waarin we zien dat we dus eigenlijk bij het hogere segment van de performance zitten in kilowattuur per kilowattpiek gemeten. Dus dat blijven we gewoon de komende jaren volgen.
En dat is uiteraard belangrijk dat we niet alleen veel labtesten doen, maar ook in het veld zoveel mogelijk de performance aantonen van deze systemen. Nou, hoe gaat het dan op die platte daken? In feite maken we een tentje van twee van die, we noemen ze solo's, die maken we, maken we hier een duo van. Die worden in de fabriek met drie scharnieren aan elkaar verbonden en die worden dan op de vier hoekpunten op een onderconstructie vastgezet. Dus die rails die worden op het dak gehouden door een aantal dakankers, dat zie je hier. Dus er wordt een raster van dakankers op het dak geplaatst. Daar gaan de rails in twee richtingen overheen. De setjes van twee solo's zijn voorverpakt op de pallet, al aan elkaar scharnierend verbonden. Twee hoekpunten worden bevestigd. Het setje wordt de kabels aangesloten eerst en dan wordt het setje opengeklapt en op de andere twee hoekpunten vastgezet. En zo heb je eigenlijk met een hele lichte constructie een hele stevige bevestiging van deze zonnepanelen op het dak. Waarbij wij dus gebruik maken van dakankers om te zorgen dat het spul niet van het dak afwaait. Nou, dakankers, natuurlijk een punt van discussie. Daar wijken wij af van de traditionele oplossing met ballast. Dakankers zijn beschikbaar voor alle type daken, dus het maakt niet uit of het PVC is of bitumen of TPO of EPDM of wat dan ook. Al die type daken kunnen voorzien worden van dakankers met verschillende manieren van feunen, lijmen, branden, afhankelijk van het type. De dakdekkers die leveren garantie op het plaatsen van die dakankers. Wij werken dus met partijen die dus die garantie ook zullen leveren. En het zijn ofwel specifieke dakdekkers of dakdekkers die ook de PV-installatie zullen plaatsen. Dat zul je verwachten wij steeds meer zien. Dat is dat de dakdekker niet gaat wijzen naar de PV-supplier en andersom. Maar dat veel meer hand in hand zal gaan gebeuren. Zeker voor die lichte daken. De kosten zijn te overzien, dus inclusief plaatsen spreek je ongeveer over €25 per dakanker. En wij doen veel testen en onderzoek om het aantal dakankers tot een minimum te beperken. Dus dat zal in de komende jaren steeds minder worden in aantal. En dus in die zin, qua plaatsingskosten voor de materialen en de tijd voor het plaatsen van de panelen, denken wij dat we zelfs lager zijn in de kosten dan een conventionele oplossing met ballast. Er zit geen koude brug vanwege het type van dakanker met kunststof voet. En die dakankers zijn ook zeer sterk. Dus je kunt je voorstellen ongeveer 250 kilogram trekkracht op een goede onderconstructie mogelijk is met zo'n dakanker. Dus dat is een antwoord op wellicht enige vragen die daar leven. Ik wilde in het tweede stukje van deze introductie ook even ingaan op hoe groen zijn zonnepanelen nu echt. Dus het gewicht is één aspect, maar we zien natuurlijk ook steeds meer discussie over de energieprestatie van gebouwen. En ook zien we dat daar in de milieuprestatie, met name de materialen, ook een hele grote rol spelen. Daar wilde ik hier kort ook even iets over vertellen. Kijk, zonnepanelen zijn natuurlijk groen in hun bruikbare periode. Maar met name om ze te produceren en zeker aan het eind van het leven zijn die panelen nog niet zo groen als ze zouden kunnen zijn. En daar proberen wij ook echt een flinke slag in te maken. Daar wil ik even wat over vertellen. Als je naar onze panelen kijkt, dan maken wij geen gebruik van glas aan de voorzijde en we maken geen gebruik van een aluminium frame. Dus ons product is helemaal polymeer gebaseerd en wij maken gebruik van standaard kristallijn silicium zonnecellen. Dus de motor van het paneel is exact hetzelfde als bij een conventioneel paneel. Alleen wij verpakken het in een kunststofverpakking, die in eerste instantie uit olie geproduceerd wordt. Maar dan gaan wij met onze partner Sebic, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de polymeren die wij gebruiken, snel verandering inbrengen. Sebic heeft namelijk een programma dat heet TrueCircle. En dat is erop gebaseerd om vanuit renewable polymeren te gaan maken en vanuit de plastic soep polymeren weer terug te gaan winnen via een chemisch recyclingproces. En dat betekent eigenlijk dat we plastic niet meer moeten zien als een probleem, maar dat het eigenlijk via deze route een oplossing is voor een probleem. Dus we gaan die plastic soep gebruiken en we gaan biopolymeren gebruiken om duurzame bouwmaterialen te maken, onder andere dus duurzame zonnepanelen. En deze stroom is voortdurend recyclebaar. Dus in feite voegen wij niks toe aan afval met plastic. We ruimen het integendeel, we ruimen het op. En wat je dan ziet ontstaan is dat er dus aan de kant van de polymeren een circulaire stroom gaat ontstaan. Waarbij wij vanaf de start al gerecycled materiaal kunnen inzetten voor de productie van die panelen. En waarbij we ook die panelen kunnen terugnemen en weer kunnen gaan gebruiken als feedstock voor nieuw materiaal. En hetzelfde ontwikkelen we aan de kant van die zonnecellen met partij in Frankrijk, in het geval Rosy Solar.
Het mooie is van onze technologie dat de zonnecellen er behoorlijk intact weer uitgehaald kunnen worden uit de panelen. Door een eenvoudige verwarmingstap kunnen wij de lagen weer van elkaar scheiden en kunnen we dus de polymeren terugwinnen, maar ook de zonnecellen terugwinnen en weer gebruiken als feedstock voor nieuwe wevers en dus nieuwe zonnecellen. En we zijn dus bezig met een volledig circulair traject, zowel voor de zonnecellen als voor de verpakking daarvan. Nou, waar leidt dat toe? Als je dus kijkt naar de carbon footprint van een vierkante meter zonnepaneel, dan zit je traditioneel op 285 kilogram CO2 per vierkante meter voor een traditionele module die uit China komt. En natuurlijk speelt de energiemix uit China een rol hierin. Door nu glas en aluminium te vervangen door de polymeren die ik net noemde, kunnen wij volgend jaar al starten met een duidelijke verlaging. Dit is die 25% lagere CO2-footprint waar ik het er straks over had. Dat is ons startpunt, 220 kilo. En we zijn bezig met partijen om te kijken om met name dus de toevoer van die cellen vanuit Noorse ingots en wevers te krijgen die met hardware power zijn geproduceerd. Dat geeft een enorme reductie. Je ziet dus dat de productie van met name die wevers enorme impact heeft op de CO2-footprint. Dus dit is een forse stap. Deze stap kunnen concurrenten ook maken, maar de overige stappen niet die ik laat zien. Want wat we hier doen is nog de verlaging door invoering van TrueCircle en die circulaire, die terugvoer van silicium in de productie van die ingots. En dan heb je hier nog verdere verbetering in het circulariteitsverhaal die ik nu in deze korte tijd niet kan toelichten. Maar je ziet dus dat wij een factor 15 terug kunnen in CO2-footprint van het paneel, terwijl de hele industrie eigenlijk hier mikt op een halvering. En daarom denken wij dat onze technologie bij uitstek voor ultra-low carbon solar geschikt is. En vandaar dat we ook met enthousiasme door de ultra-low carbon solar alliance zijn ontvangen recent. Nou, dit kun je ook nog in euro's vertalen, want de meeste partijen vinden dat toch tastbaarder dan kilo's CO2. Hoe werkt dat? Dit is wat je maatschappelijke schaduwkosten noemt. En hier zie je op de bovenste regel dat die CO2-impact van een traditioneel paneel ongeveer te vertalen is in 14 euro schaduwkosten voor de maatschappij. En als je alle andere aspecten optelt die in dat paneel een rol spelen, dan kom je ongeveer op 31,50 euro aan maatschappelijke schaduwkosten. En hoe wil SolarEdge daar nou een verandering in brengen? Eigenlijk op dezelfde manier als met die CO2-impact kunnen we die kosten vertalen naar de verschillende stappen die wij in onze roadmap hebben. En wij starten dus volgend jaar met 23 euro en een beetje aan schaduwkosten, wat een behoorlijke reductie is. Daarna met invoering van die low-carbon wafers kunnen we al naar onder een tientje en met die laatste twee stappen naar 4 en naar 2 euro per vierkante meter. Dus dat zijn enorme verbeteringen. En waar leidt dat toe? Voor de gebouweigenaar is dit een relevant verhaal. Als je nu een gebouw neerzet met een plat dak van 10.000 vierkante meter. En dat zou je eigenlijk natuurlijk volleggen met 10.000 vierkante meter solar. Maar we gaan voor het gemak even uit dat je dat maar half zou volleggen. Met die schaduwkosten van die 31,50 euro ben je eigenlijk in je NPG, dus je milieuprestatie van je gebouw, al door 80% van je budget heen wat je voor dat gebouw beschikbaar hebt. En met ons paneel, zeg maar in die fase low carbon, dus dat we die low carbon ingots gaan gebruiken, zitten we daar nog maar op 23%. En dit is eigenlijk een heel haalbaar doel. Als wij verderop in die roadmap zijn, zeg een jaar of 4 verder, dan zitten we hier nog maar op 5%. Dus dit is denk ik een relevante toevoeging op het gewichtsaspect, dat ook hier de duurzaamheid een enorme rol gaat spelen in de komende jaren. Nou, omwille van de tijd had ik 3 vragen bedacht, maar we kunnen ook op vragen van het publiek ingaan. Maar ik had deze 3 vragen voor de discussie voorbereid. Dus die NPG, je kunt ook kijken naar energieprestatiegebouwen of CPG, circulariteitsprestatiegebouwen. Die laten zien dat de energietransitie ook een materiaaltransitie is. Bent u daarmee eens of bent u daar niet mee eens? Ik pak alle 3 de vragen tegelijk, kijken we waar u zin heeft om over te praten. Tweede vraag was eigenlijk de toepassing van die dakankers. Als alternatief voor het lijmen van die PV-panelen. Lijkt u dat een goed idee of heeft u daar andere ervaringen mee? Want dat zijn eigenlijk de 2 oplossingen die in de markt beschikbaar zijn. In principe zouden wij ook kunnen lijmen, maar wij denken dat het monteren met ankers voordelen biedt. Daar gaan we natuurlijk achterkomen in de komende jaren. En mijn derde vraag voor de discussie was, wij hebben dan een enorme beperking van die CO2 embedded in het paneel. Maar dat is nog lastig om dat gewaardeerd te krijgen. En vandaar de stelling CO2 beprijzen is een goed idee om dus die low carbon modules ook te kunnen waarderen in de markt. Eens of oneens? Dus dan schakel ik even naar
de chat. Kijken of daar al wat reacties komen. Nou, dankjewel, Huib. Volgens mij zijn er in de chat ook een aantal interessante vragen binnengekomen. Tijdens je presentatie. Die betrekking hebben op jouw vragen. En het leek me even interessant om naar de vraag van Mella Splinter te gaan. En volgens mij heeft dat betrekking tot je tweede stelling. En zij vraagt dus of er, hoe het zit met het onderhoudscontract en de garantie van het dak zelf, als je het verankert. Ja, nou, dat is dus een kwestie van met een professionele dakdekker werken die gewoon de garantie voortzet van het dak na het plaatsen van de ankers. Dus ofwel je bestaande dakdekker biedt je die service, of als hij dat niet doet, dan is het wellicht toch interessant om een andere dakdekker die wij kunnen adviseren in de arm te nemen. Die vervolgens na inspectie de garantie op het dak zou kunnen overnemen na plaatsing van die ankers. Ja, maar het is dus veel. Het is gebruikelijk, zou ik bijna kunnen zeggen, dat dakdekkers en solarinstallateurs naar elkaar wijzen als er problemen zijn. Er is natuurlijk een bepaalde wisselwerking over en weer. En ons punt is eigenlijk van, ja, daar moeten we mee ophouden. We moeten proberen daarin samen te werken of juist partijen op te leiden die beide functies combineren, zowel het dak als de solarinstallatie. En wij spreken verschillende partijen. Ik ga je daar geen namen noemen, niet handig, denk ik. Maar er zijn meerdere partijen die dienst al aanbieden. Ja, nee, duidelijk. Ik had zelf ook nog eigenlijk een vraagje voor jou, Huib. En dat gaat over of er een meerprijs zit bij de aankoop van een solar systeem ten opzichte van conventionele systemen. Ja, uitstekende vraag, Umit, dankjewel. In eerste instantie wel. Dat heeft puur te maken met de opschaling van onze fabriek. Op het moment dat wij, zeg maar, die fabriek op 300 megawatt piek capaciteit hebben, wat we denk ik in 3 jaar vanaf nu zullen hebben, dan is er eigenlijk geen reden dat wij qua kostprijs duurder zouden moeten zijn dan een conventioneel paneel. Als je kijkt naar de kosten van de materialen, kunnen we goedkoper zijn dan een traditioneel paneel wat in China gemaakt wordt. Het is alleen zo dat je een bepaalde leercurve in die fabriek hebt om op dat volume te komen. En in die aanlooptijd zullen we wel duurder zijn. Maar daarvoor zijn die subsidies nou ook juist zo handig. Hè. Dus wat dat betreft is de tijd dat wij op de markt komen is nu gunstig. Dat we nog net de start van die subsidies mee kunnen krijgen om die aanloopcurve ook mee gefinancierd te krijgen. En wij gaan graag met allerlei partijen in gesprek. We hebben alle details over die business cases voor verschillende typen van subsidie. De discussie ga ik graag aan. Voor zover wij het kunnen overzien is Nederland nu een uitstekende markt om met de prijzen die wij in gedachten hebben te kunnen starten voor ons. Oké, heel goed. Ik zie dat het 3 minuten voor de volgende sessie is. Ik wil je hartelijk bedanken, Huib. Wouter ook. Volgens mij kunnen wij doorgaan naar het hoofdpodium, zoals dat heet. Ja, mijn contactgegevens staan op onze site, solarge.com. En iedereen die geïnteresseerd is, neem gerust contact op, praten we verder. Heel goed. Nou, hartelijk dank, Huib en Wouter.